Ondernemers en eigenaren in de Hertogstraat, de gemeente en het Huis voor de Binnenstad hebben het initiatief genomen voor street art in de Hertogstraat en de Sint-Jozefhof. De kunstenaars van collectief Verfbaar hebben op 3 plekken in de straat muurschilderingen aangebracht die elk iets vertellen over de historie van die plek. In het steegje richting Sint-Jozefhof is een fles met post verwerkt, omdat er bij archeologisch onderzoek op deze plek echt een oude fles uit 1912 is gevonden met een brief erin. Het kasteel is dan weer een verwijzing naar de vroegere Valkhofburcht, waarvoor de Hertogstraat lang geleden een belangrijke toegangsweg was.